Hallo, dit zijn de kaartjes voor de leeuw voor mei. Ik ga werken met de dieren tarotkaartjes en met de hele mooie geschilderde Nature Whisper kaartjes. Dus eerst de tarotkaartjes komen voor jullie, leeuwen. Lieve leeuwen, voor de maand mei. Oh. Eerste kaartje. Ja, tweede kaartje. Het derde kaartje. Ja. Deze moet ook van mij. Oké. Okay. Mooi. De prinses van winter. De monarch butterfly. Kijk, vlinder. Dus wel geluk vinden eigenlijk. Creative opportunity. Dus feel passionate about fluttering your way. Dus je gaat je eigen weg eigenlijk. Hè? Maar je weet wel dat je energetisch uit... Ja, je houdt van uitgaan. Je bent optimistisch, creatief. Dat zit allemaal een beetje in je. Hè? En doe gewoon je eigen ding. Maar weet dat je dat ook wel allemaal kan. Personal grow and broadened horizon will spark fresh and original ideas. Ja, dus als je gewoon lekker je ding doet. Weet dat dat ook allemaal in je zit en dat jij dat kan. En dat je ook zegt van oké, ik ben creatief. Wat zal ik nog kunnen doen? Hè? Misschien zijn er wel nieuwe dingen. Nou, ik ga het eens verkennen of... Eigenlijk gewoon rustig laten gebeuren allemaal. Maar weet dat die pracht al in jezelf zit. Hè? Maar het gaat wel voorspoedig. Kijk, dat paard dat loopt er naartoe. In een grote draf. Get ready for progress to speed up. Oké. And choose logic and intellect over emotion to make decisions quickly. Oké. Dus dit gaat van oké, ik, soms is het een beetje te impulsief. En dan zeggen ze ook, weet dan ook dat je af en toe even moet nadenken van waar ben ik nu mee bezig. In plaats van je helemaal emotioneel in die rollercoaster te voelen. Hè, alles mag je op je gevoel doen. Maar weet dat als het je te snel gaat of zo, dan kan je... Ja, dan voelt het als een emotionele rollercoaster misschien. En dan kan je zeggen van oké, ik ga even een beetje stapvoets. Of ik ga in een drafje in plaats van dit. Hè? Zodat ik even kan overzien van wat wou ik ook alweer? Hoe gaat het ook alweer? Wat zal ik ermee doen? Dat je even redeneert voor jezelf als het te snel gaat. Maar er zit dus vooruitgang in met je ideeën. En dan komt, heel lief, de Nine of Summer. Dromen komen uit. Ja. Oké, ik weet al welke het is. Ja, dat is een hele mooie. Maar ga niet denken, hoe gaat het uitkomen? Hè? Want dat is juist niet... Maar wees dankbaar voor God en het universum... Voor alles wat je nu hebt en alles wat er nog mag komen. Dus er komt echt meer, maar ja, dit is al zo'n... Ja, die negen, dat is echt in het gezin, positiviteit, dromen komen uit. Heel mooi kaartje. Dus het wordt echt een hele mooie maand voor jullie, leeuw. En het komt ook allemaal goed. Want dit is dus de zegenwagen. Dus die ligt... Die zit bij die 9, ja, bij de 9 van zomer. Kijk, er zit ook de zegenwagen. Er gaat echt wat komen en je dromen gaan uitkomen, zeg maar. En het gaat misschien ook wel sneller dan dat je eigenlijk zou willen. Het overkomt je eigenlijk een beetje. Als je maar gewoon in het begin een beetje gaat
rondfladderen van, maar waar wil ik nou naartoe? Hè? Ik weet nu wat ik allemaal al heb in mezelf. Maar waar ga ik, ja, wat zou ik nou eens nog ergens interesse in hebben? Nou, en dat komt echt, dan komen je dromen heel snel uit. Jullie hebben de dieren en de natuur, dus dat zit wel erg met jullie verbonden. En ik werk natuurlijk zo dat er een kaartje uitsteekt, dan voel ik of die warm wordt. Hè? Dan nog even uitleggen hoe dat werkt. Voor de leeuw, voor mij. Dit zijn wat grotere kaartjes, maar hele mooie geschilderde kaarten. Nou, een kaartje wat er heel erg op aansluit. Ik laat hem zo even zien. Even nog, er komt nog een tweede kaartje bij. Zijn er twee, sorry. Zijn er toch twee? Ja. Even kijken welke er komt hoor. Toch deze. De poort, de mogelijk, poort van mogelijkheden staat voor jullie open. Connect ook met de bomen, hè? Dus geef maar je energieboom, vraag dat gewoon aan de bomen. Maar er is een mogelijkheid voor iets nieuws. Hè, de boom staat ervoor open. Met liefde, hè? Op liefde groeit alles. En er kwam hier ook al, neem een besluit, hè, om misschien iets wat rustiger aan te lopen in plaats van wat sneller. Maar neem een besluit. Hè, misschien denkt ze, oh ja, ik ga nou toch die kant op. Wil ik dat ook? Ik wist het eigenlijk niet. Maar ik voel aan dat het vlindertje toch wel daar naartoe wilde gaan. Nou, dan moet ik toch maar eens gewoon zeggen, ik probeer het gewoon. En ik weet dat er goede resultaten komen. Maar als het voelt om iets anders te doen, nou, dan ga je op een speer, als een speer de andere kant op en brengt ook resultaat. Hè? Dus, maar neem het besluit waar je naartoe wilt. Ze kijkt ook goed om zich heen, hè? Ik zal even het kaartje nog wat duidelijker laten zien. En het prachtige kaartje. Vraag om hulp. Van het universum. Van de natuur. Van vrienden. Van partner. Hè? En wees jij dan ook dienstbaar naar de ander. Show your support, maar ask for support and give your support. Hè? Zodat dat ook weer echt in balans is. Dus wees lief voor jezelf, dan kan je ook liefdevol voor de natuur en je medemens zijn. Maar dan krijg jij er ook veel voor terug. Nou, hele mooie kaarten van jullie, leeuwen. Lieve leeuw, ik wens jullie een hele mooie maand toe. Vol liefde en licht. En het gaat echt goed komen. Ik ben natuurlijk altijd bereikbaar voor een persoonlijk consult. En ik zie jullie graag weer volgende maand. Veel liefs. Dag.